Welkom allemaal bij TCG & Toys. Vandaag is zondag en vandaag weer Pokémon kaarten opening. Ik heb vandaag voor jullie deze Zoroark GX Shiny Legend Special Collection. Er zitten sowieso jumbo kaarten en een coin, 2 promo's en 5 Shiny Legends pakjes. We gaan openmaken en we gaan kijken wat er allemaal in zit. Hier maar lekker open zo. Boom. Boom. Zo. Dit is een grote doos. Ga eruit. Deze gaat eruit. Promo. 5 pakjes mensen. Dus wat we hierin hebben gekeken is deze mooie coin van Zoroark. De jumbo kaart van Zoroark GX. En natuurlijk de promo GX kaart van Zoroark. En wat we ook hebben is deze holo Zoroark. De Shell Sun & Moon promo 83. Dus 2 promo's. Zo, en dan hebben we dus 5 pakjes. Rayquaza, Genesis, Mew, Mew en Mewtwo. Nou, laten we deze volgorde maar aanhouden. En dan gaan we kijken welke we hebben. En ik hoop een shiny. Ik heb hier mijn map, zodat ik kan kijken of ik hem al heb. Ik hoop dat ik een shiny Pokémon kaart krijg. In deze pakjes krijg je altijd een holo. Dus dat is de... Ja, dingen. Je kan zeggen, ik heb hier witte dinges. Maar betekent helemaal niks, want in elk pakje krijg je een witte kaart. Een witte holo. Want eerst pakje openmaken en we gaan kijken wat we hebben. Beginnen we eerst met een Golett. Dan een Swoomish. Een Quillfish. Een Litten. Een Zora. Een Energy kaart. Die mogen echt... Echt, ik vind dat de energy kaart eruit mogen in zulke pakjes. Je hebt echt niks aan. Een Leopard, Double Call Energy, Pokémon Cash, Reverse Holo is een buizel. En onze rare is een... Wat gelijk een shiny! Een shiny Rayquaza in de Rayquaza pakje. Dat is vet! We hebben een shiny! Woehoe! En deze zijn ultra rare mensen. Moet je kijken hoe vet die is. Yay. Hij is echt heel vet. Nou, het eerste pakje is al goed. Nou, op naar het tweede pakje. Een Genesect pakje. Beginnen we eens met... Een Purloin, een Minun, een Stunfish, een Breloom, een Ekans, Fairy Energy, een Electoke, een Carnivine, een Switch. Wow, dat zit er ook in tegenwoordig. Hoeveel is dat de energy? En zo waar is een Manaphy, holo. Kijk, deze dingen krijg je altijd standaard, hè? Gaan we naar een pakje Mew, derde pakje. We beginnen eerst met een Jinx, een Shroomish, Minum, Quillfish, een Zora, Fighting Energy. Double Color Energy, Leopard, een Electroke, Reversal is een sokkenfles en onze rare is een Verrijzon. Vierde pakje, één en laatste pakje. Wil nog iets spannends uitkrijgen, denk jullie?
beginnen dus met een voltop, een Scraggy, een Buizel, een Mine, een Stunkfish, Electric Energy, Double Color Energy, Switch, een Venusaur, Versalism, Floatzel, Omzwerzen, Raikou Hollow. Oké, laatste pakje kans op een GX of een Shining. Let's have a Shining. Nou, ben benieuwd. Wat zou er nou in zitten? 4 en 2. Beginnen we eens met een Bulbasaur. Een Totodile. Een Shroomish. Een Ivysaur. Een Jinx. Fighting Energy. Een Great Ball. Scrafty. Energy Retrieval. Versal is een hoop. En onze laatste voor vandaag is een... Een Shaming Rare. Zoals je ziet krijg je in elke pakje een holo. Maar deze is nog wel steeds het mooiste. De Shining Rayquaza. Nou, volgende week ga ik weer Pokémon kaarten uitpakken. En misschien krijgen we wat anders. Ik heb volgens mij geen Shining Legends pakjes meer. Nee, die heb ik niet meer. Dus was de laatste Shine Letters pakjes. Dus ik moet weer binnenkort weer een nieuwe gaan halen. Maar ik heb nog heel veel andere dingen liggen. Dus tot de volgende keer maar weer. En dan zeggen we bye bye. Doei.